Ondanks een druilerige regen die van geen ophouden wist, waren er toch een 300-tal fervente fietsers komen opdagen voor een stadsrit onder het motto Veilig Fietsen. Ook heel wat bekende figuren waren van de partij, zoals hier Schepen Bouwens en eerste minister Martens samen met Walter Godevroot. De bedoeling was dat iedereen aan de lijve kon ondervinden hoe het gesteld is met onze fietspaden. Langs drukke en minder drukke wegen ging het via de Dampoort naar de Poel. En dat de laatste loodjes altijd het zwaarst wegen, was duidelijk merkbaar. Veilig fietsen is hier op deze helling met kinderkopjes en tramsporen nauwelijks doenbaar.